zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. Reviewer Martin bestelt dagelijks spullen voor zijn vlogs. De pakketbezorger ziet hij dan ook elke dag. Hey, Sherik, moet je eens luisteren. Ik ben een vlogs aan het opnemen met deze camera. En dan gebruik ik normale statief. Maar dan is soms een deel van mijn hoofd eraf. Zou het iets voor jou zijn om even een camera vast te houden? Zullen we dat eens even proberen of je dat kan? Is niet moeilijk. En dan moet je mij helemaal in beeld hebben, zodat ik er niet half afval. Want dat krijg ik vaak als hij op statief staat. Okay. Draai hem eens om, dat schermpje. Dan kan ik kijken hoe je dat doet. Mm-hmm. En neem mij nou eens op. Iets hoger. Nee, links. Nee, je bent er gewoon te klein voor, denk ik. Nee, mijn hoofd staat er niet op. Daar kom ik niet verder mee. Dit is volgens mij geen goed idee. Volgens mij ben jij veel beter in het bezorgen van pakketjes. Het was gewoon een fout idee van mij. Kijk eens, hier. Oh, mooi zo. Mooi zo, mooi zo. Hé, tot morgen, hè. Goed geprobeerd, man. Hallo, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Martin's Review. Vandaag hebben we het over dit hele bijzondere stukje serviesgoed. Het is heel handig, want je kan er uit eten. Yoghurt of vla kan je eruit eten, maar je kan er ook juices of cola uit drinken. Het leuke is dat er ook een designrietje bijgeleverd wordt. Dus eigenlijk een riet. Het is dikker dan normaal en er zit een mondstuk bij waardoor je dat dus goed kan zuigen. Nou, we gaan eens kijken hoe het gaat met soep eten. Eerst uit het linker compartiment. Nou, dat gaat prima. Rechter gaat net zo goed. Ik heb er nou vla in. Gaat ook goed. Nou, ik heb er nu limonade in. We gaan eens even kijken hoe dat gaat met het rietje. Ja, dat is wennen. Goed, en dan zoals altijd de conclusie. De voordelen, er kan veel in. Zeker 186 milliliter. Leuke vormgeving met twee compartimenten. De nadelen. Het rietje is dik, dus dat is even wennen. Nou, dat was het weer. Hartstikke leuk. Geef een reactie en druk op dat duimpje. Vlogmeisje Jaylin heeft al 14 volgers. En dan ben je al gauw een bekende Nederlander. Een zonnebril en een hoofddoek? Ja, ik ga vandaag winkelen en ik heb echt geen zin om herkend te worden. Ik heb ook maar privacy nodig. Doei! Hoi hoi, dit is Jaylin. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag ga ik echt iets supercools doen. Ik ga namelijk een tasje reviewen. Dit is hem. Het is een tasje van Bettis Girl Shop. Dus even meteen een dikke vette shout-out naar Bettis Girl Shop. Als je me wil sponsoren, mag dat. Zou ik het zelf supercool vinden, dus contact me. Maar wat is er nou zo leuk aan dit tasje? Ten eerste is hij natuurlijk super mooi. Dat zie je meteen al. Mooi kleur, mooi vorm. Maar hij is ook onwijs handig. Kijk, je hebt 3 vakjes. En dit voorste vakje is heel handig, want hier past dus precies een lippenstift in. Of een tampon, hè meiden? Of iets anders kleins. Hij is dus... Gamevloggers Ans en Johan zetten alles klaar voor hun live gamevlog. Ja, Ans, zo is de helft van mijn gezicht overbelicht. Ik lijk wel een spook zo. Ja, wacht even. Zo beter dan? Nee, dan zie je mijn onderkin. Ja, maar jij hebt nou eenmaal die onderkin, Johan. Daar gaat dat licht niks aan doen. Ans, dat is een kwestie van belichting. Laat mij dat licht maar eens even afstellen. Ja, lieve kijkers, daar zijn we weer. Ans en Johan. En het is weer Memory tot 12 uur vannacht. Ja, en we mogen onze 14e viewer verwelkomen. En dat is Gijsbert uit Os. Welkom, Gijsbert. Ja, Gijsbert, we gaan meteen draaien. Ja. Boter bij de vis, hè. Let op. Dat is een dwarsfluit. En ik heb een doedelzak. Daar heb je niks aan, Ans. Wat is dat nou?
Heb jij wat besteld, Johan? Ik heb niks besteld, maar ik ga wel even kijken. Dat kan gebeuren, hè. Het is live en dan kan het gebeuren dat er eens iemand aanbelt, natuurlijk. Moeder. Oh. Moeder. Zo, daar ben ik. Gaat het goed, lieverd? Ja, maar we zijn aan het vloggen, mam. Ja, nou, dat is prima. Hé, hey, hallo, Hans, hoe gaat het? Dag, Gerrie. Wij zijn toevallig even live aan het vloggen. Ja, maakt niet uit. Ik heb een appeltaart meegenomen. Dus die snij ik dan wel eventjes in de keuken. Gerrie, dat is de moeder van Johan. Die komt hier te pas en te onpas binnenvallen. Echt waar. Als ik 's ochtends op ben gestaan, ga ik altijd eens een grote boodschap doen. Zoals de meeste mensen. En dan hoor ik, hé, Johan, dan komt Gerrie zo binnen, zeg, via de keuken. Dat is echt verschrikkelijk. Die kiest de kleren uit voor Johan. Die heeft op onze bruiloft een lied van 3 kwartier gezongen. Maar ja, Johan durft er niet tegenin te komen. Nee, dan moet je net Johan hebben. Johan Dijkstra, nee hoor. Schoon bang voor zijn Als, kom je? Nee, Gerrie, nu even niet. Mam, we zijn live aan het vloggen, dus we moeten even bij de computer blijven. Het live vloggen, wat ga je nou voor kom maar even mee. Kom maar even mee, dan laat ik het zien. Hier, kijk. Dit doen wij. Hier. Memory game vloggen. Hé, hey, memory. Ja, memory, Gerrie. Met van die kaarten, maar dan op de computer, weet je niet? Ja. Ja, en daar kijken mensen naar. Oh, en hoeveel mensen? Nou, momenteel 14. Ja, maar dit is toch heel makkelijk. Je hebt 12 kaartjes. Laat mij eens eventjes... even kijken naar... Nee, Gerrie. Even kijken. Nee. Ja, fluit. Gerrie, stop daar eens mee. Dit is ons spel. Ja, Gerrie, zo is er niks meer aan als jij alles gaat zitten oplossen. Ik doe niet meer mee. Ik ga. Nee, want Gerrie heeft mij blijkbaar vervangen. Lieve kijkers, dag hoor. Ze doen er niet zo flauw. Trompet, hier. Nou, mam, jij gaat lekker. Goed, ik zit hier met mijn moeder nog tot 12 uur vanavond. Oh ja, maak het maar af. Saxofoon. Ik heb gewonnen. Geert Bakker maakt vlogs waarin hij complotten ontmaskert. Zijn moeder is daar niet altijd blij mee. Geert, ik probeer de krant te lezen. Ja, maar ik moet weten of hier kosmische energie is. Pardon? Ik moet weten of er spoken zijn. Ik wil niks meer horen totdat jij een keer je kamer hebt opgeruimd. Hallo kinderen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de kerstman. Elk jaar komt de kerstman met een vliegende arreslee en vliegende rendieren door de lucht naar Nederland om cadeautjes onder de kerstboom te leggen. En dat zal misschien gek klinken, ik zet daar vraagtekens bij. Sterker nog, ik zie het als een complot. Allereerst de arreslee. Nou, een vliegende arreslee, dat zou misschien nog kunnen in de vorm van een soort drone of met kleine propellers of straalmotortjes. Maar een vliegende rendier, ja, dan zouden dus in die hoefjes hele kleine straalmotoren moeten zitten. En dan het verhaal dat de kerstman op de Noordpool woont, waar hij een soort werkplaats heeft met elfjes die daar cadeautjes maken. Nou, probeer dat maar eens te vinden. Hier, met Google Earth. Niks. Alleen maar sneeuw en ijs. Niks te vinden. Wat is dit? Het NERC Arctic Research Station. Die gaan we eens even opbellen. Oké, so no Santa Claus? Or someone of the name of Santa Claus, Santa Claus? Absolutely not. Oké, thank you. Geen spoor van de kerstman. Geen spoor. Ik zit nu op het dak, dat is toevallig mijn eigen dak. En kijk eens mee naar mijn schoorsteen. Nou, de kerstman is best een dikke man. En die zou hier doorheen moeten passen. Moet je kijken, 15 centimeter. Dat past dus nooit. Nooit. Het is nu kerstavond. En ik ga deze verborgen camera nu installeren. Tussen de bloemen. Om te filmen wie er nou die cadeautjes onder de kerstboom verstopt. Morgen het resultaat. Ik kijk nu de beelden terug. Het is hier 11 uur 's avonds. Ik ben heel benieuwd wie die cadeautjes onder de boom legt. Kijk, kijk. Het is mijn eigen moeder. Ik wist het. Het is mijn eigen moeder. Zij zit in het complot. Ik kon het weten. Zij legt die cadeautjes neer. Ik ga haar nu confronteren. Mam, je bent er gloeiend bij. Nee, hè? Al 40 jaar hou je me voor de gek. Met een kerstman op een vliegende arendslee die cadeautjes legt onder de kerstboom. Het is één groot complot. Daar gaan we weer. Wie zit er allemaal in het complot? De overheid? Het internationaal? Natuurlijk leg ik die cadeautjes neer. Ik dacht dat je dat al lang wist. Mensen, we worden massaal voor de gek gehouden. En ik denk dus dat al onze ouders in het complot zitten. Ik roep jullie op, ontmasker je ouders. Wij zullen niet stoppen. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan Vlogmania, goedenacht en vlog zacht.